Bij tennisvereniging Groenendaal is het tennisseizoen inmiddels geopend. De club, die uit een diep dal komt nadat de vorige penningmeester een flink bedrag verduisterd had, heeft een ambitieus plan opgesteld om te komen tot tennis op niveau. Men startte met een tennisclinic voor de jeugd en presenteerde een aantal teams en spelers, waaronder het Tielse tennistalent Alois van Baal. We hebben daar een happening van gemaakt. We hebben de tennisorganisatie Remy de Jager hebben gevraagd om een clinic te organiseren hier op de vereniging. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe leden, maar ook onze eigen leden om ook wat anders aan te bieden. Tennislessen en we hebben hier een snelheidsmeter hebben neergezet. Dat mensen de service een keer kunnen meten. Dat zijn leuke dingen om te doen. Het seizoen is weer begonnen. En dan is tennis ook een prachtig voorbeeld waar de breedte sport wordt beoefend. En deze club die is heel actief bezig op het ogenblik. En ook al nieuwe leden vandaag gekregen. Ja, daar wil ik even bij zijn om de waardering over te brengen. Ik woon hier in de buurt. En Remy die liep met het plan van dit jaar horen. En daar was ik wel erg over te spreken. Dus ik wil nog wel graag verder hier doorontwikkelen. Ja, jij tennis nu op regelmatige basis in Doorn. Betekent dat ook dat je meer naar Tiel toe komt? Ja, zeker. Ook door de week denk ik vaker hier trainen. Want het is toch Tielse tennis weer op de kaart zetten.